Paul zei altijd, we zijn geëmancipeerd op de golven van de welvaart. Heerlijk, die vrijheid, ik heb ervan genoten. Maar het is uit de hand gelopen. Terwijl wij ons meer en meer te buiten gingen, in de sauna's, in de darkrooms later, haalden ze gastarbeiders binnen. Voor het werk dat Nederlanders niet wilden doen. Ze zouden teruggaan, zei de regering, maar ze gingen niet terug. En ondertussen neukten wij maar door. Oraal, anaal, plasseks, SM, ik ook, werd steeds brutaler. Een reactie natuurlijk. Na eeuwen van onderdrukking schoten we door. Ik zag het bij de gay games. Mooi hoor. Patijn erbij, Wim Kok. Maar die parade door de gracht. Gerry van der List in de Volkskrant in de tijd. Een man met zijn gezicht in de harige kont van een andere man. Ik wil er niet mee geconfronteerd, walgelijk. Het groot gelijk. Groot gelijk. Gewoon bestiaal. Probeer het nou ook hoor, ervoor uitkomen. Maar het is niet makkelijk. In onze gemeenschap pikken ze het niet. En als ik dan zie hoe de meeste gays hier hun gang gaan. Nou ja, ik hou vol. Ook al voel je je soms hartstikke alleen. Hè? Je hoort niet bij dit, niet bij dat. Dan wil je zo graag een vriend. Hè? Een echte vriend. Nou ja, ik ben geen tut hoor die alleen maar hand in hand op de bank wil zitten. Ik hou ook van rampentampen. U ook, hè? U heeft een hele stoute kant. Dat zie ik zo. Een keer in de sauna. Een hele orgie. Iemand zat op iemand te poepen. En ik weet nog dat ik dacht, dit kan niet goed gaan. Toen kwam de aids. Ik dacht, nu slaat het om. Maar nee, geen heksenjacht zoals ik even vreesde. Ondanks alle doden ging het gewoon door. Nu zijn er zelfs die zich opzettelijk laten besmetten. Om erbij te horen en voor een uitkering. En ondertussen bleven de allochtonen maar komen. Gezinshereniging, asielzoekers, uiteindelijk de roep om moraal, normen en waarden. Paul spotte er altijd mee. Zijn er nog wormen in Naarden? Intussen was het al lang uit de hand gelopen, allemaal mensen. Soms kijk ik naar een pornofilm. Ja, u durf ik het te zeggen. Maar dat schaamteloze van die knullen en kerels. Ik zit gewoon paf. Nee, niet eens van al dat gedoe, maar dat ze gewoon van alles durven uithalen voor de camera. Gewoon een openbaring. Gay porno. Ik heb me de zwaar met me zondig. Een tijd lang keek ik elke dag. De films werden steeds beter, steeds heavier. Er kwam steeds meer bij. Tot dan fistfucking toe. Waar je van gehoord hebt, dat wil je ook zien. Dus uiteindelijk kinderporno. Logisch, zou Miep van Borselen zeggen. Goed dat ze het nu allemaal verbieden, de moslims. Schuld en boete. Zo hoort het. Ik ga uw pleister vernieuwen. Arme man, wie moest u nou zo nodig toetaken? Andries Bijleveld heeft het voorspeld. Nederland graaft als natie zijn eigen graf. Er hoeft maar even wat mis te gaan en we bestaan niet meer. We hebben onszelf verzwakt, economisch, maar ook moreel. Mensen die alleen maar denken aan neuken en vakantie zo ver als maar kan. En nu is het te laat. De moslims hebben hier alleen nog maar te winnen en wij alleen nog maar te verliezen. Ik doe het heel voorzichtig hoor. Als u maar zo stil mogelijk blijft liggen, ja? Je gaat niet fistfucken, hè? Straf. En je weet dat ik het niet kan hebben. Doe maar. Ik heb het verdiend. Up my ass. Dan een troep.